deze nieuwe weekreading. En deze week staat in het teken van jezelf uiten. Dit heeft alles te maken met de volle maan van de 17e. En deze volle maan die nodigt ons eigenlijk uit, of de energie van de volle maan, die nodigt ons eigenlijk uit om een stapje terug te doen van alles wat er speelt. Een stapje terug te doen van ons leven eigenlijk in het algemeen. Ook al speelt er niks. Maar gewoon een stapje terug te doen en te kijken naar hoe ervaar ik dit nu? Hoe ervaar ik mijn leven nu? Wat voel ik erbij emotioneel? Hoe kijk ik er tegenaan als ik kijk vanuit mijn normen en waarden? Kloppen de dingen die ik doe? Kloppen de dingen hoe ik wat ik zeg? Kloppen de dingen hoe ik erin sta met wie ik werkelijk ben? Klopt het allemaal? Of zijn er toch dingen die niet in overeenstemming zijn met wie ik wil zijn, met wie ik ben en hoe ik in dingen wil staan? En daarbij komt een ander stukje, dat je jezelf dus gaat uiten. Hè? Dat is eigenlijk het onderliggende thema. Dat jij naar jezelf, het hoeft niet eens per se naar de buitenwereld, maar naar jezelf gaat toegeven en aangeven van, goh, dit zit mij dwars. Of, oh, dit vind ik heel erg leuk. Of hier ben ik heel erg dankbaar voor. Het is niet per se het negatieve of het positieve of het onhandige of het leuke. Het is alles. Want wat wij heel vaak doen, is onszelf een schop onder onze kont geven en zeggen, ja, je moet niet zo moeilijk doen. Of je moet er blij mee zijn. Of juist, ja, je moet er niet te veel van genieten, want het is gewoon wat het is. Weet je, je moet alweer door en het volgende staat ook alweer voor de deur. Dat we eigenlijk niet uiten naar onszelf, niet eens naar de buitenwereld, maar naar onszelf, hoe we dingen ervaren. En hoe we erin staan. En daardoor kunnen we ook niet goed in de gaten houden, op tijd in de gaten houden, of we nog op ons eigen pad zitten, of dat we stiekem al aan het afdwalen zijn. Het is als het ware dat we niet genoeg stilstaan bij onszelf en onze ervaringen en wat we voelen en of het klopt. Waardoor we niet op tijd doorhebben van, oh, ik ga nu van mijn padje af, ik ga nu keuzes maken en dingen doen die eigenlijk helemaal niet bij me passen, omdat ik dat voor anderen wil doen, of omdat ik denk dat dat de maatschappelijke verwachting is, of omdat het me het meest logisch lijkt om te doen. En daar gaat het dus werkelijk om deze week, dat je een stapje terug doet en durft te zien van, hey, dit is hoe ik het werkelijk ervaar, dit is wat er klopt in mijn beleving, dit is wat er niet klopt in mijn beleving. En ik ga dat aan mezelf toegeven en ik ga erover meer met mezelf communiceren hoe ik dingen voel, hoe ik dingen ervaar. Zonder er gelijk iets groots van te maken of zonder gelijk boos te worden op mezelf of mezelf te pauzeren of mijn emoties te parkeren. Want emoties mogen er zijn, die geven juist aan hoe we dingen ervaren. En ik ga er eens mee werken, ik ga er eens mee kijken of er soms een belemmerende overtuiging ten grondslag ligt, want dat kan natuurlijk ook zo zijn. Of dat de dingen gewoon niet kloppen bij wie ik ben, hoe ik wil zijn, hoe ik mijn leven wil hebben. En het gaat ook niet gelijk om stappen zetten of gelijk dingen rigoureus veranderen. Het gaat ermee om dat je het aan jezelf toegeeft. Want pas als je het toegeeft, kun je het accepteren. En pas als je het toegeeft, ben je weer in contact met jezelf. En kun je dus ook veel makkelijker loslaten, ook al kloppen dingen nog niet. Dan kun je erbij neerleggen tot het moment dat je er wel iets mee kunt. En daar gaat dat dus over. Of daar gaat dit deze week dus over. Dus moet je het niet te moeilijk maken. En het meest vervelende wat je voor jezelf kunt doen, is jezelf op je kop zetten en je emoties aan de kant schuiven. Want dat past totaal niet bij deze uitnodiging. En dan ga je merken dat de dingen ook fout gaan. En dat je in je weerstand terechtkomt. De steen die deze week het allerbeste kan helpen is de chalcedoon. Met name de oranje chalcedoon. En deze steen die helpt je om hier gewoon bij jezelf te blijven. Je gevoel te voelen, je emoties te voelen. Zonder gelijk er last van te hebben. Zonder een grote lading te hebben. Die helpt je ook om daarin de rust te vinden en bij jezelf te blijven. Dat gezegd hebbende wens ik je voor nu een hele fijne dag toe. En zie ik je natuurlijk graag volgende week weer bij de nieuwe weekreading.